Doen we dat maar. Yes. Ja. Oké. Ja, mijn naam is Jean-Paul Kloze. Ik ben de initiatiefnemer van ERIAS, een samenwerkingsverband voor gezondheid en gezonde leefomgeving. En ik ben in gesprek met Marita Voogd. En Marita die is werkzaam nu bij het RVM, alweer een aantal jaren, hè Marita? Want ja, we kennen elkaar klopt. Al eerder van TNO. Dus, ook dat klopt, ja. Inmiddels 5 jaar bij het RIVM werkzaam. 5 jaar bij het RIVM en wat dat betreft al eigenlijk als persoon, maar ook het RIVM zelf, nu weer met jou, maar voorheen met andere mensen, zijn al heel lang betrokken eigenlijk bij ERIAS, bijna vanaf het begin. Dus voordat ik jou vraag van hoe die betrokkenheid er langzamerhand in is gegroeid en wat we op dit moment allemaal kunnen verwachten van het RIVM, laat ik even zien aan de mensen die meekijken van wat nou ERIAS is. Dus dat doe ik door middel van een share screen en dan komen we op een pagina terecht. En dit is eigenlijk een pagina waar we allerlei informatie verzamelen over ERIAS. Dat is publiekelijk toegankelijk. Mensen kunnen hier zich inspireren door zelf te gaan kijken op verschillende documenten. Maar in essentie gaat het hier eventjes over dit plaatje. En dit plaatje is de samenwerking van ERIAS. En aan tafel in ERIAS zit de overheid, vanuit de faciliterende overheid, om met elkaar samen te werken aan die gezonde leefomgeving. Maar vooral ook de inwoners, omdat we zelf via gedrag en cultuur bijdragen aan die luchtvervuiling. Dus ook een stuk zelfverantwoordelijkheid dragen. Innovatief ondernemerschap, niet alleen verkopen van de activiteiten die verbetering opleveren in luchtkwaliteit, maar natuurlijk ook zelfreflectie van de ondernemers om te kijken hoe ze zelf bijdragen en hoe ze eventueel daar zelf ook weer veranderingen aan kunnen brengen, zodat ze naadloos aansluiten aan de grote uitdaging, maar misschien daar ook een imago aan kunnen ontwikkelen. Ja, en natuurlijk ook wetenschap en onderwijs, dat we met elkaar niet kennis toepassen, die al ontstaan is in de loop van de jaren, over luchtkwaliteit, maar ook over gezondheid. Maar natuurlijk ook de kennis opbouwen die we met elkaar kunnen verzamelen door middel van deze samenwerking. Hierin, in dit plaatje, heb ik staan overheid. RIVM is onderdeel van de overheid, maar is natuurlijk ook onderdeel eigenlijk ook een stuk van wetenschap. Dus eigenlijk passen jullie best wel in beide plaatjes. Maar laten we eventjes concentreren op het aspect RIVM zelf en de betrokkenheid. Marita. Ja, heel terecht wat je zegt, Jean-Paul. Ik keek naar je plaatje, toen dacht ik ook van ja, we zijn een overheidsinstelling. Wij zijn eigenlijk een wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet om te adviseren voor beleid. Hè? Dus voor ofwel de Rijksoverheid of voor regionale overheden. Dus, maar wij voelen ons ook heel erg thuis bij die wetenschap. En juist bij dit soort trajecten, waarbij je dus ook vooral burgers en ondernemers gaat betrekken, kunnen wij vanuit het RIVM wel weer aankomen met een rapportje voor deze verschenen overheid. Maar het is natuurlijk veel interessanter om ook onderdeel te zijn van een hele community die werkt aan een schone en gezonde leefomgeving. Dus voor ons is meedoen met zo'n traject ook een andere manier van werken. En daar moeten we ook leren. Dat vinden we leuk, maar vaak ook niet makkelijk. Dus dat is ook onderdeel van het geheel. En wat voor ons als RIVM ook heel erg belangrijk is, is juist ook meer gebruik maken van nieuwe technieken als citizen science en goedkope sensortechnieken. Hè? Want wij doen ook monitoring van luchtkwaliteit in Nederland. We zijn daarvoor het referentieinstituut. Dat doen we met allemaal dure apparatuur. Maar om dat ook bij de mensen te krijgen, is het heel erg leuk om dat samen te doen. En doordat technologie goedkoper wordt, kan dat ook steeds meer samen. Ja, maar daar hebben we toch wel wat probleempjes mee gehad, Marita. Want wij zijn nu een aantal jaren bezig met low-cost sensoren, ook met verschillende leveranciers. Maar als je dan als burger toevallig 2 van die sensoren van verschillende leveranciers hebt en de metingen met elkaar gaat vergelijken, dan is er geen chocola van te maken. Dan lijkt het net of die 2 totaal verschillende waarden geven. En dan is het af en toe erg lastig voor de burgers om te zeggen, voor zichzelf een beeld te krijgen van, nou is het wat wij willen. Want waarom zijn er zulke verschillen? En zelfs als die dingen naast elkaar staan, hoe kunnen we dan samenwerken daarin dat er zo'n diversiteit aan ontwikkelingen plaatsvinden, maar dat er ook zo'n grote verschillen zijn dat er meer vraagtekens oplevert dan eigenlijk uitkomsten?
Ja, ik herken het wel hoor. En natuurlijk is zo'n ontwikkeling zoeken. Wat wij vanuit het RIVM vooral doen is ja, naar de grote aantallen kijken. Dus inderdaad, een burger die één sensor in zijn achtertuin heeft, ja, dat is best wel heel lastig om daar chocola van te maken. Maar juist als je het gaat combineren met nou ja, iemand die wat verderop woont en nog wat meer inwoners in hetzelfde gebied, of juist hele groepen in andere delen van Nederland. En je kijkt wat meer van afstand, dan kan je daar best wel chocolade van gaan maken. En wat wij ook gemerkt hebben, is dat burgers ja, ook wel bij ons met vragen komen. He, je kan ze niet ja, aan hun lot overlaten, bij wijze van spreken, om daar zelf een goede duiding aan te geven. Dus we zijn ook heel erg aan het zoeken van hoe kunnen wij, maar ook andere kennispartners, ja, die mensen wat meer bij de hand nemen. En daar proberen we ook tools voor te ontwikkelen. Zo hebben wij de samen analyseren tool zijn we aan het ontwikkelen. En dan kunnen mensen ja, de data, en niet alleen die van hun eigen sensor, maar juist al die sensoren in de buurt, dan kun je gaan kijken of je daar patronen in kan gaan herkennen. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat dat meten is één, maar het gesprek erover hebben met de juiste mensen. Bijvoorbeeld met iemand van de gemeente of met iemand die naast je woont, waar, nou ja, die misschien een houtkachel heeft waar mensen zich aan storen. Andersom, er zijn altijd bronnen en iedereen is zelf ook altijd een bron. Maar om het gesprek te hebben, kan het heel goed werken om ja, vanuit die data te beginnen. Want dat is iets ja, wat er een soort van gemeenschappelijk is. En daar kan je dan heel goed een gesprek over hebben. Dus ja, er zijn issues met de techniek. En die schrijden voort en daar ontwikkelen kennis op en dat proberen we te delen. Maar je kunt zeker wel aan de slag gaan en het gesprek erover hebben met elkaar. Oké, nou dat is in ieder geval al bemoedigend, hè, dat we met elkaar in ieder geval die verbindenis zoeken en dat we ook dat gesprek en die dialoog in een positieve vorm aangaan met elkaar. En natuurlijk altijd gericht op die gezondheid, hè, en altijd gericht op die gezonde leefomgeving. En niet alleen maar op het absolute meten van hoeveel deeltjes zitten er in de lucht, maar vooral ook te kijken van ja, wat gebeurt er eigenlijk in zo'n lucht? Want het is best wel complex. Het gaat niet alleen maar om dat die ene houtkachel of die ene auto die voorbij rijdt of dat soort zaken, maar we hebben te maken met zeezout, we hebben te maken met agrarische toestanden en dergelijke. Er is nogal wat en vaak zijn de mensen daar niet over, van bewust. En als zodra ze dan wel bewust worden, dan is het of te complex, of dan, ja, dan gebeurt er weer van alles met de mensen, of ze raken ontmoedigd. Wij horen ook wel eens een keer van wetenschappelijke instellingen dat burgerparticipatie erg hobbyistisch is als ze bezig zijn met low-cost sensoren. Maar als ik dan kijk naar jullie initiatief, het samen meten bijvoorbeeld, waarin alle sensoren die uiteindelijk door mensen in elkaar geknutseld zijn, of de formele sensoren zoals ook wij die hier gebruiken, toch allemaal samenkopen op een landelijk netwerk, dan is het toch wel duidelijk zichtbaar wat er eigenlijk allemaal in het land gebeurt op elk moment van de dag. Ja. En de kracht is dus om dat allemaal te bundelen. En ook om daar ja, vanuit de kennis ook mensen te helpen om te begrijpen wat ze nou zien. Ja, want je kan bijvoorbeeld als je op één locatie naar fijnstof kijkt, ja, dat kan vaak niet zo heel veel verschillen. Maar ga je nou kijken, hey, hoe is het in Noord-Nederland versus Zuid-Nederland, die regionale verschillen, en dan ineens ga je dingen begrijpen. Ja. En inderdaad, een onderdeel van ja, het citizen science doen en ja, dat is ook leren dat dingen complex zijn. En daar ook, ja, hoe ga je daarmee om? En natuurlijk doet iedereen dat op zijn niveau. Kijk, wij hebben gewoon als RIVM ook een taak om de luchtkwaliteit bij te houden. We moeten gewoon monitoren hoe het is met allerlei stoffen. Ja, daar helpt ontzettend bij dat we metingen kunnen doen. En die kunnen we niet op elke plek in Nederland doen, want metingen zijn duur. Dus gebruiken we daar ook modellen voor. Nou, modellen, dat vinden mensen ook al vaak heel erg lastig en wordt ook veel gewantrouwd. Dus dan gaan we het liever zelf meten. En juist door die werelden dan bij elkaar te brengen en het gesprek te hebben met elkaar, ontstaat nou ja, begrip, bewustwording en kan je hopelijk samen nou ja, bepaalde dingen doen die weer bijdragen aan het hogere doel, hè, die gezonde leefomgeving. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om iets te doen. Meten alleen is nooit een oplossing. Het gaat erom dat mensen in beweging komen. Maar niet alleen mensen, natuurlijk ook beleid. En jullie zijn ook beleidsadviseurs. Dus ik heb hier even twee vragen over. Aan de ene kant kom ik even terug op ons project toen jij nog bij TNO zat. Dan hebben we het rugzakjesproject gedaan. Waarin de mensen dus gedurende een aantal dagen van woensdag tot en met zondag met een rugzak rondliepen. En we duidelijk inzicht kregen in dat overdag, als mensen bezig zijn met hun dagelijks leven, dat groot deel van de luchtvervuiling waar ze mee in aanraking komen, vaak ook door onszelf wordt veroorzaakt, onbewust.
Maar dat we daar in aanraking komen, omdat we slecht ventileren thuis, koken, barbecuen, dingen doen, mobiliteitkeuzes maken of in een restaurant zitten met een open keuken, dat soort dingen, die hebben we allemaal geconstateerd. Dus de eerste gezondheidswinst die je kunt voorstellen bij een persoon is, als je daar bewust over wordt, kun je zelf veroorzaken. Dus burgerparticipatie is niet zozeer van meedoen met het beleid, maar ook vooral meedoen met jezelf. Ja, precies. Met je eigen gedrag, inderdaad. Of die van de buurman of buurvrouw. Ja, of de buurt of de wijk. Ja, ja, precies, precies. Ja, het is, ja, dat woordje, we hebben samen meten gekozen als, nou ja, als kreet voor ons programma. En dat is, het is wel heel treffend gekozen, want ja, weet je, het gaat deels over meten, maar samen is het allerbelangrijkste. En dat is inderdaad een groot onderdeel van die bewustwording, dat zeker als je naar bijvoorbeeld fijnstofconcentraties kijkt, er zijn zoveel bronnen die daaraan bijdragen, dat het soms ook heel moeilijk is precies te onderscheiden wat het nou is. Maar als je inderdaad binnen in huis zit, dat hebben we toen in dat rugzakprojectje heel, heel duidelijk gezien. Ja, daar kan je, bijvoorbeeld als je een kaars aansteekt, ja, dat is ook verbranding, hè? Ik bedoel, in je auto is het een gasverbranding, maar als jij binnen een kaars aansteekt, ja, dan ben je ook iets aan het verbranden. Dus daar komt ook fijnstof bij vrij. Als je niet goed ventileert, dan blijft dat hangen. Dus daar zit ook echt wel een eerste mooie gedragsmogelijkheid voor mensen. En ik moet erbij zeggen, vanuit het RIVM en onze wettelijke taak richt zich op de buitenlucht. Ja, want de overheid komt liever niet achter de voordeur, om het zo maar te zeggen. Is ook gewoon geen wettelijke taak. Daar zijn ook weinig regels voor. Maar des te leuker dat je dus met eigen metingen ook dat inzichtelijk kan gaan krijgen. Want nou, dat absoluut doen wij niet voor mensen. Nee. Maar als we naar de buitenlucht gaan, en dan zijn er zoveel variabelen zoals agrarisch, stedelijk, vliegtuigen en dat soort zaken en dergelijke. Er is natuurlijk ook zoiets als een hele landelijke economie die vaak gebaseerd is op de vervuilende factoren. We zijn natuurlijk een heel groot logistiek land, we zijn een industrieel land, we zijn een agrarisch land. Dus om dan naar een gezonde leefomgeving te komen, dat is een hele uitdaging. En hoe reageert het beleid op jullie adviezen, of wat voor adviezen kunnen jullie uiteindelijk geven aan het beleid dat men vooral sturend is op gezondheid en dan economie daar een onderdeel van maakt, in plaats van economie en dan gezondheid als, of ongezondheid als collateral damage, zoiets. Hoe gaan we daarmee om? Ja, inderdaad, je refereert ook aan onze rol. En ik merk ook vaak dat mensen, we komen juist door deze activiteit ook steeds meer in contact met mensen, wat natuurlijk ontzettend leuk is. Het klinkt een beetje alsof wij vroeger ergens op een ivoren toren als RIVM de luchtkwaliteit aan het monitoren waren. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel degelijk zo dat we nu steeds meer in contact zijn en dat ons dat ook veel meer helpt om te realiseren wat er allemaal speelt. En dan merk je ook dat mensen ook echt vragen, ja, maar RIVM, jullie moeten nu zeggen dat, zus en zo. En dat snappen wij heel goed. En deels hebben wij vanuit het RIVM, kunnen we natuurlijk ook wel gewoon advies geven vanuit dat belang van die gezonde leefomgeving. Maar als het gaat over beleidsadvies, ja, dat is een advies. En dan is het vervolgens aan degene die de afweging maakt om daar keuzes in te maken. En wij merken ook best wel dat, zeker op lokaal niveau, zeggen we bij dit soort trajecten ook altijd belangrijk dat ook die overheid, de gemeente, ook vanaf het begin meedoet. Die moeten meedoen, want anders word je misschien straks alsnog teleurgesteld. Dus zorg nou dat je het met elkaar dat traject doorloopt. Dan heb je veel meer kans dat er, dat er ook in het beleid iets kan doen. En we zien ook dat beleidsmakers ook, ik hoor dat jou ook zeggen, ook de bal weer terugleggen. Van we moeten het samen doen, dus ook wat kan je individueel doen. En ik denk als je die combinatie te pakken hebt, dan kan je elkaar ook bevragen en uitdagen. Ja. En onze rol, die zit daar ergens tussenin. Wij zijn niet de partij die zal zeggen tegen de gemeente, nou, we hebben met de burgers nu dit en dit gemeten, nu moet u dit doen. Dat is niet aan ons. Ja. Maar we kunnen wel faciliteren en inderdaad met de onderzoeken die we doen, antwoorden zoeken die helpen om dat beleid goed vorm te geven. Ja, dat is geweldig. Heb jij de indruk dat in de laatste, want wij zijn eigenlijk al 11 jaar bezig als ERIAS, als die samenwerking, en dat het zo vooral gericht in eerste instantie op Brabant, omdat we daar, en in eerste instantie zelfs op Eindhoven, omdat we daar elkaar in de ogen konden kijken en daardoor die verzuiling konden doorbreken die we in het verleden heel sterk nog aanwezig was. Maar nu is het uitgebreid naar 23 gemeentes. Dat is, en daar komen dus ook al die andere uitdagingen bij kijken.
Heb jij, ik merk dus dat er een steeds groter draagvlak komt, ook voor deze multidisciplinaire samenwerking. Maar heb jij nou het gevoel dat jij ook binnen RIVM veel sterker aangestuurd wordt, ook op die participatie, en ook weer meer ruimte krijgt om dit soort dingen te doen? Ja, zeker wel. En dat is inderdaad, denk ik, in de eerste plaats gewoon vanuit het RIVM zelf begonnen. Hè? Ik bedoel, nu hoef je ook niet meer uit te leggen wat het RIVM is, want heel Nederland kent inmiddels het RIVM. Natuurlijk om een niet zo leuke reden, namelijk de corona-epidemie. Maar vanuit die, ja, ook de naastbekendheid en wat meer, ja, midden staan tussen de mensen voor wie je uiteindelijk dit soort onderzoeken natuurlijk ook allemaal doet, was wel een belangrijke driver om, ja, om dit soort werk anders te gaan inrichten. Maar tegelijkertijd, zeker vanuit onze milieutak bij het RIVM, daar is het ministerie grote opdrachtgever voor. En je ziet ook daar dat mensen nu zien van, hey, participatie heeft ook een bepaalde waarde. Ja, wij hebben ook dat samen meten, het toekomstig meetnet waar iedereen aan mee kan doen, genoemd. En dat heeft ook een bepaalde waarde. Eigenlijk zoals, nou ja, zoals jij er ook naar kijkt. En juist ook vanuit de lopende opdrachten voor de monitoring begint daar ook ruimte voor te komen. En ik wil het Schone Luchtakkoord niet onbenoemd laten. En dat is een akkoord wat het Rijk met een heleboel gemeenten en provincies heeft opgesteld. En daar krijgt participatie gewoon een eigen plek. En ja, ik denk dat dat het teken is dat dit echt wel binnen instituten, maar ook binnen ja, ministeries, et cetera, gewoon echt tussendoor begint te komen. Ja, het is geweldig ook dat Schone Luchtakkoord, hè, dat is redelijk recent, is dat nou echt ondertekend door allerlei provincies en dergelijke. Ook onze provincie in Brabant heeft dat ondertekend. Ja. Meerdere partijen, ook gemeentes hebben dat ondertekend. Dat betekent dus ook een commitment naar die gezondheid en schone lucht. Wat ik wel belangrijk vind, ook in mijn relatie met deze instanties, zoals jullie zelf, toentertijd met TNO, maar, en nu nog steeds met TNO, maar weer met andere mensen, maar nu ook met RIVM en met jouw collega's en met jouzelf, dat het vooral gaat om mensenwerk. Het zijn mensen die met elkaar samen dat doen. Het is niet zoiets dat er een soort scheidslijn ligt tussen, oh, die mensen die zitten in die grote instellingen en dat zijn een soort robotjes van die mensen, want jullie hebben ook een vorm van transitie waar je middenin zit, waar je ook vormen geeft en waar je zelf je eigen passie aan ontleent, om dan uiteindelijk naar dat welzijn gedreven maatschappij te creëren. En dat mensenwerk, dat creëert een soort hartverbintenis tussen allemaal, waardoor het heel erg fijn is om met elkaar samen te werken. Los van het feit dat we natuurlijk af en toe elkaar de oren wassen als we met elkaar gevechtjes aangaan en dergelijke rondom bepaalde dingen die we misschien niet snappen en dat soort zaken. Mensenwerk is misschien echt ook een hele belangrijke boodschap. Ik kan het niet mooi zeggen, Jean-Paul. Daar sluit ik me van harte bij aan. Oké, nou dan zullen we het hierbij laten. Ik ben heel erg dankbaar dat je dit interview even hebt gedaan. Ook omdat je een hele drukke agenda hebt natuurlijk. En niet bij alle bijeenkomsten van ERIAS aanwezig kunt zijn, ook al zou je dat graag willen. Maar met dit videootje kunnen we in ieder geval het persoonlijke gezicht van Marita laten zien. En kunnen we ook laten zien hoe belangrijk jouw commitment en het commitment van jouw organisatie, waar je onderdeel van bent, is voor het ERIAS collectief. Nou, heel mooi. Ik vond het leuk om te doen. Leuk om zo met elkaar te spreken. Oh, geweldig. Dankjewel.